Let's go. Third rails. Going to put it in. IC3631. Origin is Zwolle. We gaan naar Roosendaal. Met een DDZ. En van een NS. En de broadcast has been started. Goedemorgen machinist, u rijdt IC3631 van Zwolle tot Nijmegen. Succes. Oké. Okay. Let's go. De Vink, goedenavond. Wat Rusland voorbij blazen. Echt waar. Heel irritant. Altijd. Dan heb je altijd van die mensen die precies zijn daar gaan rijden of 5 kilometer onder de snelheidslimiet en wat dan ook. Het is een beetje mistig. Kijk, daar hebben we Daniel staan. Tijd voor de dienst naar Enschede. Alleen is dat nog een NS-vlucht, omdat Chris de Keolis-vlucht nog niet heeft gemaakt. Jammer, geen bestemming ingevoerd. Ja, ik kan er niks aan doen, dat is niet mijn scenario. Laten wij maar in ieder geval wel eventjes onze auto control indrukken, hebben we deze niet nodig. Nee, ik wil niet zien. Hoe ga ik terug ook alweer? Oh ja, nee. Control 9. Roosendaal. Kijk, daar gaat Daniel. Maar ja, controle heeft 12-15 niet. Laten we zo zeggen, het systeem is gewoon van slag. Het is een vlucht die is ingehuurd. Klopt niet te kappen. Nou, één ding, je hoeft er niet meer te zien, want hij is zometeen uit zicht verdwenen. Eén ding, het is wel een kloppende Zwolle tenminste. Tenminste niet zoals in Noordoost-Nederland dat de bron te klein is ofzo. Can you see the front of the train? No, I can't. Anyway, Zwolle, Weijen, Olst, Deventer. Zutphen, Dieren, Arnhem Centraal en Nijmegen. Gelukkig werk Koa zijn er goed. Dat zeker. Maar moet je eens kijken, het wordt gewoon mistig, het wordt steeds mistiger dat ik hier gewoon sta. Nou, 9. Thank you for the follow and welcome to the stream.
Even naar ATB ingreep hier. Ik heb geen idee. Wat bedoel je? Holy crap, wat is mister. Maar moet je toch eens kijken. Dit ziet er toch gewoon geweldig uit, al die seinen zo. Van die lampjes. Oeh, Flying Scots met 113 hours. Let's go. Je ziet een escort. Dan moet je kijken naar Jurre Daniel. Die van hem is de route. Maar volgens mij is Zwolle überhaupt. Is Zwolle niet ook alweer verbouwd geweest of zo? Ik zou bijna voor dit wie-type een stel fop-fondsrijden maken. Holy crap, holy man. Ik zie niet eens twee portalen voor mij. Op 50 meter van de trein, plop. Oh, wat zou het zijn. Just get yes edition. Ik zou zeggen, shoot, anders moet je het gewoon maken. En dan doen wij het er gewoon in. En dan doe ik ergens een scenario maken of zo. Ah, kijk, het laat ook iets op. Tot waar wordt gereden? Wij gaan naar Nijmegen. Maar deze trein gaat door naar Roosendaal. We liggen perfect op tijd. Maar we hebben 130 ondertussen. Ik stel je redt altijd achteruit in deze trein. En ik ga eruit. Kijk, we hebben een huisje van Vriesen. Speeding. 88 times. Ik zal zeggen, Back to the Future hype. Windesheim.
computer is bezig met de farm, zo te zien, aan het cultiveren. Met een klein trekkertje en een groot veld. Donk, donk. Ongeveer zo'n 3 kilometer voor wij, 3,7. Hoeveel bakken hebben we eigenlijk bij ons? 1, 2, 3, 4, 8 bakken, oké. Okay. Nice. Dames en heren, het volgende station is Weijen. Met nog een HE. Attesten zijn bij slecht zicht. Min is dan 300 meter, moet u onder 5 seconden het attentiesein geven. Op baangedeelten waar onbeveiligde openbare overwegen voorkomen, baangedeelten waar openbare met langhaken voorkomen, alleen tussen 5 uur en 8 uur. Laten we zo zeggen, ik heb ze dat eigenlijk nooit horen doen. Ik zie de achterkant van de trein niet eens. Volgens mij is dit wel minder dan 300 meter. Oh nee, Daniel, ik trap daar niet in. Ik kijk, Shutter, daar heb je je seinen uit de mist in één keer. Let's go.
Volgende station is Olst. Oh, geweldig. Ik hoor nog niks. Wat? Ik ga niet de hele tijd dit doen. Ik krijg het idee dat dat vervolgens het gewoon opgeeft. Albertijn. Hier zie je. Oh. Maar wat is 300 meter? Hoeveel portalen is een hoeveel 100 meter? Zeventig. Vijf portalen. Ik kan niet eens de vijfde zien. Oké. Ik vind het goed. Doe ik het is nog niet goed, echt. Wat is dat met jullie? Ah, geweldig. Wat ben ik blij dat ik daar een timeout heb opgezet. Ik doe er wel voor een overweg als ik die zie. Safe by the bell. Dit ding is heel veel krachtiger dan de vorige trein waar ik mee reed. Dat was gewoon een slok. Warning, 7 not responding. Oh, geweldig. Dames en heren, het volgende station is Olst. U kunt hier overstappen. Of, ik heb geen idee, volgens mij nergens heen hoor. Ton, goedenavond en welkom. Dit is wel een heel erg slender terrain. Oh, Stigifar richting links. Ja.
Zeer een goede avond en welkom. Maar gewoon draagbaar zometeen, dat mag natuurlijk maar zijn. Oké, we hebben groen en het is een hoge plas. Oh crap. Nee. Net 5 seconden, echt waar. Ah, zucht. Wat een dichte mist. Wat? En geen hooi. Je hebt een knopje verkeerd gezet. Ik heb geen idee wat voor knopje. Wat? Waar heb je het over? Wat voor knopje? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Dan moet je aan Fries om vragen. Tom, ik ben een willekeurig ETS toen mijn truck is 146. Wat? Nee hoor, volgens mij niet. Ja, echt waar, waarom doe ik eens een keer het Nederlands scenario en dan gelijk iedereen weer gelijk die? Echt waar, ik doe... Oh, echt waar. Anyway. Gewoon een geer, Jans. Ja, dat doe ik ook.
moet meer op de rottebouw letten. Ja, dat bedoel ik. Daar is met zijn voor. Tubberoet, goedenavond en welkom. Dames en heren, het volgende station is Deventer. U kunt hier overstappen op de Intercity richting Enschede, richting Apeldoorn, Amersfoort en richting Schiphol Airport, Den Haag. U kunt hier ook overstappen op de stoptrein richting Apeldoorn en richting Almelo. Almelo. Sorry. Wegendorf verder als Intercity richting Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Roosendaal. Verlaat u de trein in Deventer, vergeet er niet uit te checken en om al uw bagage mee te nemen. Station Deventer. Zo. Nou, ik zou zeggen, Daniel, wat je eventueel kunt doen, hè? Anders maak je gewoon een kloon van deze route. Aangezien je er toch niet meer aan werkt. Fix je even designopvolging en wat dan ook. Ik mis wel heel veel gebouwen hier aan de linkerkant. Ik zie in één keer de achterkant van de trein. Het klaart op. Ja, ik denk dat het zo lijkt. Want een driver zet het altijd aan. Volgens mij zijn we een beetje te vroeg weg, maar goed. Afrembord 4 ook dolgraag weg hebben. Kijk eens, daar heb je de Intercity die binnenkomt. Of leeg materieel. Ik
klaar u nader. Oh, wat zijn we aardig voor elkaar. Dames en heren, welkom in de Intercity richting Roosendaal. Wij zullen nog voor u stoppen te Zutphen, Arnhem, Nijmegen en vervolgens doorgaan naar Os, 's-Hertogenbosch. Tilburg, Breda en eindbestemming Roosendaal, dacht ik. Oh, kan toch erger worden hoor, Ruud? Kan wel erger worden nog. Kijk eens even het darretje. Let's go. Zullen we Remco zo meteen eens even wakker tuteren? Niemand ziet het. Nee, deze route die gaat tot Wijchen. Hij gaat tot hier. Je ziet, hier ligt wel extra spoor, maar heeft iemand hier een knip in gedaan. Waardoor het spoor helemaal, want er ligt scenery en wat dan ook helemaal tot bijna op Den Bosch ofzo. Zo dadelijk komen we bij het mooiste station van de route. Is niet helemaal af. Is een klein deel is af, bijvoorbeeld dat stuk bij waar je een enkele brug hebt. Daar is deels is die af, daarna is die eigenlijk helemaal af en dan weer niet en dan weer wel. En... Dat is eigenlijk wel jammer. Dames en heren, u ziet dat het ondertussen aardig vochtig of in ieder geval mistig is geworden. Dus we hopen dat u niet met de auto of fiets terug naar huis moet. Ik moest morgen naar Zutphen, maar toch niet. Ik kan mijn liteitenreiniging, maar ging toch een collega doen. Nou. Ben je gewoon weer vrij, Daniel? Of. meer routebal hype? Of misschien een ander dienstje? Wij komen langs Joppe.
Working 9 to 5. Bla 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 bla. Roelof, goedenavond en welkom. Wij naderen Zutphen. Een hele mooie spoorlijn hier aan de linkerkant die ons tegemoet komt. Arie van een keer waarschijnlijk. Prachtige lijn. Dames en heren, het volgende station is Zutphen. In Zutphen kunt u overstappen op de stoptrein richting Arnhem, Nijmegen en Wijchen. U kunt ook overstappen op de stoptrein richting Apeldoorn en Winterswijk. Vergeet u dan niet uit te checken bij NS en in te checken bij Arriva. En natuurlijk kunt u ook overstappen op een heel prachtig lijntje richting Hengelo en Oldenzaal. Of de plaats die niet genoemd mag worden. Vergeet u niet uit te checken bij NS en in te checken bij Blauwnet. Maar nu eerst station Zutphen. Kijk eens, dan heb je de collega van Daniel, die staat klaar. Dames en heren, nogmaals, station Zutphen. Gaat u ons hierbij verlaten? Vergeet dan nu niet uit te checken of over uit te checken bij NS, in te checken bij een andere vervoerder. Mocht u overstappen, mocht u ons hier verlaten, is het van uw eindbestemming. Vergeet dat niet uit te checken.
Nou, prachtig op tijd toch? Vierenveertig en 38. Beide in de verkeerde teleurstelling, oké. Okay. Oh, wacht eens even, moest hij niet... Oh. 38 is tegenwoordig blauw en 44 is nog rood. Oké. Okay. Ik dacht dat je wou zeggen, beide verkeerde teleurstelling, want ze horen wit en geel te zijn met het Synthes logo. Ik wist het. Ik wist het. Oprichting aan hem. Wat is er gebeurd? Deze rood is mooie. Hi. Is ook geen slechte kleursamenstelling, maar klassiek Synthes, dat doet niks voor onder. Did you speak good evening and welcome? Toont nooit groen. Is die groen? Nee. Oké. Knippergroen of groen vlekken? Wat is dat nou weer voor verschil dan? Echt maar. Anyway. Let's go. Dames en heren, welkom in de Intercity richting Arnhem, Nijmegen en Roosendaal. Ons volgende station zou zijn Dieren. Ja, ze hebben het dak op Tsjernobyl gehaald. Dat is trouwens een heel goed idee, Daniel. Als je gewoon in deze type mist, zeg maar. Gewoon rondrijdt op de route, dan kun je precies zien. Van de ATP. Wat? dan kun je precies zien, zeg maar, waar jouw... Waar eventueel in het donker of iets wat verkeerd oplicht ofzo. Dan moet je in het donker rijden of in de mist rijden als je niet donker wil rijden. Heel goed idee. Anyway, our next station will be Dieren. Then on towards Arnhem en Nijmegen.
Ja, dat is allemaal spul waar waarschijnlijk Friesel niet heeft geüpdate. Ligt het aan mij of is het in één keer een stuk mistiger? Ze kijken een little bit foggy. Ja, dus je moet weer tuteren. Ik geef het op. Ik geef het op. Echt waar. Jullie zoeken het uit. Jullie zoeken maar uit met je tyfoon. Ik moet zeggen, dit is een, dit is wel echt een awesome, awesome weerpakket zo met deze mist. Maakt het echt interessant. Want je ziet geen hand voor ogen bijna. Kijk, maar waar is de achterkant van onze trein? Maar wat je wel ziet is de koa-seinen. Kijk, groene koa-seintjes. Leuvenheim. Die ga ik bliepen. Wat? Nu volg ik het even helemaal niet meer. Oh, wat pocket mist. Dames en heren, het volgende station is Dieren. U kunt hier overstappen als u op de goede moment ging op de stoomtrein. In richting Apeldoorn. Maar voor nu kunt u hier overstappen op de bus. U staat op de overweg, mag dat? Nee.
Nou, ik moet zeggen, ik vind het aardig netjes. Kijk, en hier staat wel weer dit, maar dit had hij net zo goed ook op even op Deventer kunnen plaatsen. Hoeveel stationschefen hier? Get a couple of cars in that space. What kind of cars? Mini cars? Smart cars? Maybe one. Oh, geweldig. Deze route wordt niet meer geüpdate. Nee, deze route wordt niet meer geüpdate. Zover ik weet is jullie gestopt met route bouwen en met trainsim. Squash cars van Rocket League. Then you can get a whole bunch of it in. Let's go. Those are closed. Next station will be Arnhem. Arnhem Central at 9:20 in about 10 minutes time. And then 10 minutes after that we're going to Nijmegen. Op zich is het een mooie route. Een route is. Het is wel een van de lokale routes van mij. Dat is op zich wel aardig leuk. Maar ja, natuurlijk. Er zijn gewoon een aantal dingen waar je bijvoorbeeld als routebouwer aan kunt ergeren. Dat een seintje niet goed staat. Of misschien de seinopvolging niet goed is. Of wat dan ook. Maar ja, dat is. Meestal maakt me niet uit. Maar ik vind op zich nog wel een heerlijke route om te rijden. Let's go 130. Ja, voor de meeste voldoet de route gewoon hoor. En Roelof, dankjewel voor de. Wat is dat? Juni. Een cheering emote lobby. Oké. Kruip. Een paar details, maar valt me nu ook pas op trouwens. Dat kan. En één voordeel wat deze mist heeft, is. Een van de puntjes die deze route heeft, is. Er is heel weinig scenery of heel weinig ver gebouwd, zeg maar. En je ziet gewoon wegen die gewoon stoppen in één keer, gewoon in je view bijvoorbeeld. En met deze mist zie je dat minder. Bijna zwangsbremsen.
Nee, maar voor de rest, ik moet zeggen, het is als je vergelijkt met versie 1.5 en 1.7, dus 1.7 is aardig wat scenery weggehaald. Is 1.5 die bevat op een of andere manier meer scenery. En deze wat minder. Is op zich wel jammer. Maar natuurlijk is het altijd nog wel leuk om te rijden, want het is gewoon een relaxed route. Je zet zeg maar gewoon je tractie op vol, je gaat uit tot maximaal. Schakel je tractie uit en laat hem lekker uitrollen. En dan rol je ongeveer met de goede snelheid binnen zonder dat je moet afremmen. Dat was station Rheden. Niet Rhenen, maar Rheden. Rhenen hebben we ook. Zeker wel leuk zou vinden om deze route wat beter te willen maken. Ik zou zeggen, de Fink, het. Als je volgens mij gewoon met Jurrien gewoon vraagt, want in principe is die wel de beheerder nog van de route. Zo van je bouwt verder niet verder, maar ik zou eventueel nog wel zou willen verder bouwen. Zo van mag dat. Ik krijg het idee dat je dan niet echt een nee krijgt. We zien het wel. Nou, dat zien we wel. Dan komen we straks door station Velp, of in ieder geval door Velp heen. En station Velp. Stond ik heb zoals u op te wachten passeerde goederentrein met ketels richting Arnhem, maar dat begon raakte net die onderhand. Nee, dat is in principe is dat gewoon zo gebouwd dat dat eigenlijk geen probleem moet zijn. Anders dan, ja, zal het slecht zijn. Nee, maar inderdaad, onderschat route bouwen niet, onderschat bouwen van dingen überhaupt niet, want je bent gewoon heel erg druk mee bezig. Kost veel moeite. Deze route tot nu toe, wat nu gebouwd is, dat heeft ook jaren geduurd. Laten we zo zeggen, ik heb daar persoonlijk de tijd niet voor, dus. Anyway. Dat was de City of Velp. We gaan onder de underpass en dan entering Arnhem. We're passing through another two stations. And then we're going to our final destination, which final destination. Another destination, but which will we be stopping at? That is Arnhem. Heb je filters en lapjes weer? We gaan eerst naar Wensink. Moet ik een extra stop maken voor jouw felpe poorten, Daniel, dat je kunt uitstappen? Ik zal wel even 10 km per uur rijden, dan kun je eruit joppen. Ruud, bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer. Voilà, dat doet mij eraan herinneren. Ik moet eigenlijk inderdaad nog een keer naar Wensink. Ik moet nog even wat spulletjes halen. Want dat ligt hier nu al een tijdje. Maar ik moet nog steeds die kleine stukjes spoor hebben en zo. En even wat rondkijken. Hoe ga ik gelijk vandoor dan?
Weet je wat, Daniel? Ik zet de trein zometeen wel even stil. Komt er goed. Ik laat je er netjes uit. Martijn herkent dit zijn. Dat is een hoog bordje. Oh, wacht maar, Daniel, dat komt wel goed. Ik stop wel. Let maar op. Kijk, ik ben gestopt. Je kunt de deur weer open doen, rustig uitstappen en je kunt rustig aan die kant oplopen. Zo. Oh, kijk, Dusty zal blij zijn. Alleen geen dienst, dat is wel jammer. Even brengen met de connection. En ik heb weer groen. Ik had eigenlijk geel had. Er staan wel leuke filmpjes van Pilentum, Onderlandjes Model, Rewoord en zo. Oké. Daniel zat achterin, hè? Ah, Daniel die zit er altijd voor in. Ik stap in de Arnhemwoord. Dat kan ook. Lekker gezellig. Dames en heren, het volgende station is Arnhem Centraal. U kunt hier overstappen voor de richting Amsterdam Den Helder. U kunt ook overstappen richting Nijmegen. Richting de stoptrein, richting Tiel, richting Doetinchem en Winterswijk. En u kunt ook overstappen op de stoptrein richting Düsseldorf. Vergeet niet dat u voor dat een buitenlands kaartje moet kopen. Gaat u hierbij de trein verlaten? Vergeet dan niet uw eigendommen en even uit te checken, alstublieft. En richting Winterswijk en Doetinchem en Winterswijk moet u natuurlijk inchecken weer bij Breng Arriva. Hier kan ook nog Frankfurt, inderdaad. Frankfurt kunt u ook nog overstappen. Ik had ook nog overstappen op de sprinter richting Ede-Wageningen en Dordrecht. En u heeft net de stoptrein of de ICE richting Frankfurt gemist, dus de volgende gaat over 2 uur. Steengame McKenny, goedenavond en welkom. En ik ben perfect op tijd.
Mission object zou niet moeten, Daniel. Deze is nog gebouwd in de tijd voor de brug. Volgens mij heb ik hier nog nooit een brug zien staan. En volgens mij is dat dezelfde brug die jij ook gebruikt, dacht ik. Die moet ik hebben. Ik zie geen melkflesje. Ik stap hieruit vanavond nog iedereen. Dankjewel dat je er was, Daniel. Nog een hele fijne avond en graag. Ja, tot de volgende keer. Tot van het weekend. In meer wegen dan één. zo. Nu weer. Arnhem wordt trouwens het enige station in Nederland zonder rechtstreekse verbinding tussen spoor 5A en 5B. Wat? Wat mis ik, Martijn? Wat mis ik dan? Want ik weet dat dit 5B is. En hier heeft 5A gelegen. Maar hoe willen ze het dan hier gaan doen? Willen ze hier een aftakking maken en dat je vervolgens hier en dan hier stopt of zo? Of dat hij hier weer komt of iets? Of weet ik veel. Anyway. Vijf aantakt in spoor 4 in. Maar je kunt straks niet rechtdoor naar 5B. Wat voor idioterie is dat nou weer dan? Nou ja. Maar überhaupt, zo van, ze hebben eerst hebben ze spoor weggehaald en dan leggen ze er weer neer en dan doen ze het weer anders en... Oh. Tom, ook jij bedankt dat je er was. Nog een hele fijne avond. Slaap lekker en graag tot de volgende keer. Aziz Ali PF17, thank you for the follow and welcome to the stream. Mee weer proberen we nu wat willen. Is ProRail daar wel verantwoordelijk voor? Nee, alles maar door, gaat prima. Dames en heren, welkom in de Intercity richting Nijmegen. Os, Sertogenbosch, Tilburg, Breda en als eindbestemming Roosendaal.
Volgende station zal zijn Nijmegen. Gaan we eerst richting de brug over Arnhem-Zuid en dan spieden wij door Elst. We rijden Nijmegen binnen op spoor 6. Nee, op spoor 3B. En het is weer mistig geworden hoor. Ik zie net de volgende portaal. Hij loopt dus weer verder. Ja, 3B. Door. Maar ik snap ook niet wat je bedoelt met 6, Martijn. 6 is spoor 106 of zo. Laatst van iemand gehoord dat ze weten dat de IC Zwolle Roosendaal weer gaat stoppen op Arnhem-Zuid. Volgens mij stoppen bepaalde intercities kunnen daar nog stoppen. Dacht ik tenminste. Hoeveel euro kost Train Simulator? Train Simulator zelf kost rond de 30 euro. Dat is dan de basisgame. Daarnaast moet je natuurlijk, als jij bepaalde routes wil rijden, bijvoorbeeld Nederlandse routes, die zijn meestal freeware, maar je moet allerlei PW routes hebben. Dus je moet nog wat andere spul aanschaffen, je moet kristreins aanschaffen en zo. Dus in principe kun je de game zo duur maken als je wil, van 30 euro tot duizenden euro's. Maar de basisgame is 30 euro en in de Steam sale, waarschijnlijk zou er binnenkort wel weer een Steam sale zijn, dan zal die 50% korting zijn of zo. Er is een Belgische route, La Linge du Sud of zo. Is niet de beste, ook niet volgens mensen die kennen België. Vinden het niet de beste, maar er is wel één stuk route, gaat van Roosendaal, dus de Zuidwest-Nederland. Die gaat van Roosendaal naar Essen. Dus je hebt een heel klein stuk België. Maar volgens mij gaat Jeroen, de bouwer van de route, die gaat waarschijnlijk wel verder bouwen aan de route. Meer richting België. Er komt steeds meer materieel beschikbaar. Bovenleidingsportalen, seinen, borden, eigenlijk alles. Het is via dus een anonymestop. Ja, de kans hebben speciale regelingen en wat dan ook. Ja, ik had het ook gehoord hebben. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of. Ik denk niet dat het zit in de huidige route van 1.9. Wat eigenlijk 2.0 was of zo, dacht ik. Maar we zullen het wel zien. Anders moet je eens even rondkijken als iets op treinpunt.nl. Daar hebben wij een hele hoop selectie aan Belgisch materieel, inclusief een aantal HLE-locks, HLE-locks, de Intercity Brussel hebben we, de internationale trein, nog wat lokjes, wat repaints van Belgisch materieel. Het is er wel, maar ja, het is gewoon, de route is er nog niet. Maar er zijn mensen bezig met bouwen, dus. Daar komt het komt wel. Het komt steeds meer. Maar in ieder geval, Remco komt even binnengevallen met een resub hype. Alweer voor 20 maandjes. Nog 4 maandjes, Remco. En dan is het alweer 2 jaar. Popo, dat gaat snel. En hola.
Leuk, als ik een game koop, dan kan ik het downloaden. Als jij de game koopt, dan krijg je een Steam key. En hij koopt, download dan op Steam. Maar je moet gewoon even goed even rondkijken met wat je inderdaad exact wil. En dat je zeg maar begint met een hobby eigenlijk, zeg maar. Het is niet specifiek alleen een game. Het is meer een hobby, zeg maar. Een lifestyle wil ik ook alweer niet zeggen, maar... maar in ieder geval... ik ben er zelf ook al heel lang mee bezig. Mijn Steam collectie is aardig groot. Maar het is wel... wel een hele leuke hobby. Nijmegen Land. Ting tong, ting tong. Dames en heren, wij naderen station Nijmegen. Station Nijmegen kunt u nog overstappen op de trein richting Roermond, Venlo van Arriva. U kunt ook nog overstappen op de stoptrein richting Wijchen en op de stoptrein terug richting Arnhem Centraal. Is Nijmegen uw eindbestemming, vergeet u dan niet uit te checken en uw bagage mee te nemen in uw aanval. Op treinpe.nl denk ik dan, hè. Ah, de grote zeg maar rust bijna compleet, net zoals de wijn. Laten we zo zeggen, inderdaad, en ook met third party is aardig wat. Dus... dames en heren, station Nijmegen. Maar het zijn die ziet weer van alles zometeen. Zou me niet verbazen. Wat vind je leuk, modelbouwtrein of liever train simulator, train simulator? Ik heb een heleboel geïnvesteerd in train simulator, train simulator, zeg maar. Ik heb ook wel een heel klein beetje modelspoor. Maar laten we zo zeggen, ik ben echt niet zo'n modelspoor fanaat als sommige anderen. Voor mij, ik ben liever bezig met train simulator. Als het moet weer een modelspoor. Moet meer modelspoor. Ik zou zeggen, shoot, je mag het doneren. Ja. Nee, ik heb een... ja, ik moet wachten. Mijn spoor is bezet. Dames en heren, zoals u merkt staan wij voor een rood sein op dit moment. Dit is omdat ons aankomstperron nog bezet is. En ik hoop niet dat hij. Ik hoop dat hij wel weggaat. Anyway. Niks dan ja, wat op een big boy van 500 euro. Nee, maar als je kijkt, wat heb ik aan modelspoor? Ik heb een starter set met een mat 54. Ik heb een. ICS set met een 1600'tje. Ik heb DDM rijtuigen. Twee tussenbakken en een kopbak. En ik heb nog wat oud plan E met een restauratierijtuig en een 1300 die niet werkt. Dus,
Ik had eigenlijk nu al aan moeten komen, al een minuut geleden. Dus ik krijg het idee dat dit ze. Dat hij niet wil. Aankoppelen gaat ook niet. Dat is een andere koppeling. Dames en heren, we hebben zo net te horen gekregen dat het terrein die bezet staat op spoor 3B defect is. Wij zullen hiervoor de deuren voor u openen en u kunt overstappen.